digitalisering en artificial intelligence. Het zijn termen die je steeds vaker voorbij hoort komen. Vooral met betrekking tot beleid. Wat mag wel en wat mag niet? Voor welke doelen zetten wij onze digitale krachten in? Dat zijn grote vraagstukken op nationaal, maar vooral ook op Europees gebied. Dit inzicht analyseert de rol van de Europese Unie in digitalisering. En behandelt hierin de regelgeving rondom artificial intelligence als casus. Om ook vanuit de ontwikkeling en toepassing te horen wat de toekomstperspectieven van AI voor Europa zijn, spreek ik Carlo de Weijer. Hij is algemeen directeur van het AI-instituut van de Technische Universiteit Eindhoven. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. De Unie is natuurlijk druk bezig met die wetgeving. Waarom is regelgeving op het gebied van artificial intelligence zo belangrijk? Het is de eerste dat die slimheid van systemen die alsmaar groeit, ja, dat gaat niet stoppen. Dus dat blijft doorgroeien. Maar er komt wel een moment dat ze ons voorbij gaan. En dan gaan ze ook ons ver voorbij. En natuurlijk hebben wij wel zoiets als bewustzijn en een ziel en karakter en dat soort zaken. Dat is maar de vraag of robots dat ooit zullen krijgen. Maar het is eigenlijk een belangrijke vraag of dat ooit ons zal beschermen voor het feit dat zij veel sterker en machtiger worden. En dat vind ik dat toch wel regelgeving vergt, omdat dat behoorlijke capaciteit heeft of kans heeft dat het uit de hand kan lopen. De Europese Unie heeft natuurlijk vergeleken met de andere grote machtsblokken in de wereld een andere kijk op artificial intelligence. Meer vanuit die human-centric approach. Ja, dat klopt. Als je het heel plat zou slaan, een beetje kort door de bocht, dan is het inderdaad zo dat China dat er eigenlijk toch wel de overheid leidend is. Als je naar de Verenigde Staten kijkt, zijn vaak de grote machtige bedrijven die heel vrijgelaten worden relatief. En daarmee eigenlijk ook wel de regie voeren op alle ontwikkelingen. In Europa is altijd traditioneel van het individu uitgegaan. Van de democratische waarden. En dat is een andere insteek die niet de snelste is. Als je daar allemaal geen rekening mee hoeft te houden en je hebt gewoon één overheid of een beperkt aantal bedrijven die je wel relatief macht geeft, is dat natuurlijk voor de vaart veel, veel beter. Ik denk toch dat op langere termijn op een gegeven moment de enige weg is dat je vanuit het individu rekent. We zijn tenslotte een grote gemeenschap van verzamelde individuen. Dus ja, vroeg of laat en hopelijk op tijd gaan denk ik die andere modellen een keer toch wel tegen de grenzen aanlopen. En dus ik er toch wel voorkomen dat de Europese meer democratische benadering van artificial intelligence daarin de boventoon gaat voeren. Maar zeker bij dit soort technologie die een enorme schade kan toedienen, moeten we wat voorzichtiger zijn dan anders. En ook op tijd over na gaan denken. Kan je ook uitleggen wat voor risico's of eventuele uitdagingen spelen bij artificial intelligence? Je ziet nu eigenlijk al bijvoorbeeld, en dat vind ik al gevaarlijke dingen, dat je met artificial intelligence niet eens bewust vaak, maar dat je mensen de raarste dingen kunt laten geloven. Door ze ander nieuws voor te schotelen en ze precies daar te raken waar je weet dat mensen gevoelig voor zijn. Als apparaten dadelijk beter weten hoe je in elkaar zit dan jezelf weet in hoe je in elkaar zit, dan kun je gemanipuleerd worden. En dat zie je eigenlijk al op een bepaalde schaal door de polarisatie die nu plaatsvindt. Dat vind ik al een gevaarlijk eerste stuk. Ik wil nog niet eens beweren dat het allemaal bewust wordt gedaan. Maar dan zie je wel meteen de kracht van algoritmes die behoorlijke splijtswam kunnen zijn. Welke kansen biedt AI voor Europa en voor de wereld in het algemeen? Bijvoorbeeld ongelukken die op de weg gebeuren met auto's. Bijna alle ongelukken die op dit moment gebeuren, kunnen eigenlijk voorkomen worden met technologie die al op de plank ligt. Met medische technologie waar wij heel veel naar kijken, kun je met al die slimheid eigenlijk eerst al zorgen dat mensen niet ziek worden. Dus je kunt heel veel preventiefs doen. Kun je al heel veel groot deel baseren op data. Maar je kunt daarna ook nog een keer zorgen dat als iemand ziek is, dat je veel eerder, veel sneller en veel beter mensen beter kunt maken. Ook op energiegebied kunnen we met al die intelligentie ook zorgen dat we in de toekomst een circulaire economie hebben waar we, als we al brandstof nodig hebben, waar we die gewoon maken uit elektriciteit. En wij zijn nou samen met het Energieinstituut bezig om AI daar te laten helpen om sneller naar zo'n situatie te komen. Daar hebben we veel meer plezier van dan dat het ons gaat schaden. Maar ja, het kan wel potentieel zo verschrikkelijk gevaarlijk zijn dat we toch wel wat moeten reguleren en vinger aan de pols moeten houden. We zitten hier goed met de techniek, maar om echt regelgeving te ontwikkelen daarvoor, ik ben blij dat er mensen zijn die zich daarmee bezighouden. Dus echt hulde. Want het is enorm complex. Het is niet het meest dankbare werk, maar het is wel het meest belangrijke werk. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Vanuit de permanente vertegenwoordiging spreek ik met Diana van Driel en Claudine Vliegen. Zij vertellen mij over de Nederlandse positie in de totstandkoming van Europees beleid omtrent AI. Om te beginnen wil ik heel graag weten waarom het zo van belang is om op Europees niveau samen te werken om gezamenlijk beleid te vormen op kunstmatige intelligentie.
Ja, het is eigenlijk heel lastig om niet internationaal te denken bij digitalisering. Digitalisering is eigenlijk per definitie een internationaal onderwerp. We doen heel veel ook op nationaal vlak, maar je merkt toch dat Nederland geografisch gewoon in die zin klein is. De academische ontwikkelingen zijn internationaal. En de toepassingen, en dan als we naar deze specifieke casus AI kijken, die zijn ook heel breed. Dus je wil ook gewoon een grotere achtertuin hebben. En het liefst Europees niveau en het liefst ook internationaal. Een belangrijk element van Europese regelgeving op AI-gebied is dat er natuurlijk heel veel producten zijn die wereldwijd worden geproduceerd en in de EU worden verkocht. En als er regelgeving op Europees niveau is, dan kan je als Nederland erop vertrouwen dat dat product wat in Nederland wordt verkocht, maar misschien niet in Nederland gemaakt is, wel voldoet aan de Europese standaarden. Het voorbeeld is de zelfrijdende auto. Als Nederland maakt zelf bijna geen auto's, maar die importeren we. En dan willen we gewoon een auto die goed functioneert. En onafhankelijk van waar die gemaakt is. En als Nederland kun je niet afdwingen dat een auto die in Amerika of in Duitsland geïmporteerd gemaakt is aan die eisen voldoet. En de EU die kan dat wel. Dan heb je een groot machtsblok. Kunnen jullie iets meer uitleggen over die Europese human-centric approach voor AI? Wat maakt deze benadering zo uniek? Ja, Nederland heeft een eigen visie op AI en die is veel meer human-centric. Dus AI echt ten behoeve van de mens en ook nuttig voor de mens, zeg maar. En dat is de visie die we proberen uit te dragen. Nederlandse universiteiten zijn daar heel actief in. Het bedrijfsleven is daar actief in. Hoe kan AI ons als mensen helpen beter te functioneren? Dat is eigenlijk, denk ik, de kern van die human-centric approach die wij voorstaan. Wat je ook heel veel hoort binnen AI is het AI of excellence en het AI of trust. En ik denk de human-centric approach betekent ook dat wij willen ook gewoon kunnen vertrouwen in de AI-systemen die we ontwikkelen. Het element wat bij de human-centric ook een hele belangrijke rol speelt, is het non-discriminatiebeginsel. Hè? Want de AI-systemen krijgen heel vaak het verwijt dat ze discriminator kunnen zijn. Maar dat komt door de manier waarop je de programmering gedaan hebt uiteindelijk. Dus AI zijn in principe zelflerende systemen, maar je moet daar wel controles op inbouwen. Om te voorkomen dat grondrechten, zoals het non-discriminatieverbod, echt geweld wordt aangedaan. Dus dat is je uitgangspunt. Omdat het zo'n innovatief en nieuw veld is, loop je het grote risico dat je met te veel regelgeving de ontwikkelingen stopt als het ware, of in elk geval beperkt. Dus wat wij willen is een voorzichtigere aanpak. Veel meer met pilots werken, veel meer met van onderop werken als het ware, in plaats van echt van bovenop op dit moment al regels vastleggen. Is er nog iets wat jullie graag mee zouden willen geven? Wat heel erg helpt, denk ik, is om te kijken naar de middellange termijn. Dus niet wat er morgen komt, maar misschien wel wat er overmorgen komt. De echt lange termijn is lastig voorspelbaar. En de middellange termijn maakt dat je wat strategisch kan nadenken. Hey, wat gaat belangrijk voor mij, mijn omgeving, mijn beleidsterreinen worden? En hoe gaat dat veranderen? En wat zijn eventuele risico's en wat zijn eventuele kansen die we kunnen hebben? Ontzettend interessant. Ja, heel erg bedankt voor dit fijne interview. Welke kansen en uitdagingen de digitalisering Europa kan bieden, vertelt Gerard de Graaf mij. Hij is directeur Digitale Economie en Coördinatie bij de Europese Commissie. We horen natuurlijk steeds vaker de term digitale transitie en digitalisering in Europese context. Wat wordt daar precies mee bedoeld en hoe ben jij daar zelf mee bezig? Ja, het lijkt allemaal heel erg ingewikkeld. Hè? Digitalisering is toch een vrij abstract begrip, maar we hebben er natuurlijk allemaal mee te maken. Het feit dat wij hier nu spreken via videoconferencing door COVID is die digitalisering zeer aan het versnellen. Het blijkt dat dit jaar nu, waar we met COVID hebben moeten leven, dat de digitalisering met 7 jaar is versneld. Dus het is een aanzienlijke
verandering in onze maatschappij met enorme kansen. Waar we echt een kwaliteit van ons leven kunnen verbeteren, productiviteit en onze welvaart kunnen behouden en zelfs versterken. Maar zoals met alle ontwikkelingen in de maatschappij en alle technologieën, zijn natuurlijk ook bepaalde, nou, ik wil niet zeggen bedreigingen, maar wel zaken waar we toch, we moeten de positieve effecten van die digitale transformatie, die moeten we zo groot mogelijk maken. En natuurlijk die negatieve effecten, daar moeten we voor zorgen dat die zich zo weinig mogelijk voordoen. Jullie zijn vanuit de Europese Commissie natuurlijk nu bezig met wetgeving. Wat is de strategie achter die wetgeving? Eigenlijk tweevoudig. Waar moeten we de wetten aannemen op Europees niveau? Vaak wordt er gezegd van waarom heeft Europa nou niet van die grote platformen, die grote bedrijven die je in Amerika ziet, waarom hebben we geen Google? Of een Alibaba zoals in China. En een van de antwoorden, een van de redenen waarom we dat niet hebben, is dat het heel moeilijk is in Europa om op te schalen. Als je een succesbedrijf hebt in Nederland en je wil dan naar de Duitse markt, naar de Franse markt, naar de Italiaanse markt, dan moet je heel vaak kijken, oh, maar die regels zijn niet hetzelfde, ik moet me aanpassen. Dus daar hebben we eigenlijk heel simpel één regelgeving voor nodig. Zodat als je in Nederland succesvol bent, dat je gewoon heel snel kan groeien en niet vertraagd wordt door iedere keer weer je te moeten aanpassen zodra je naar een andere lidstaat gaat. Dus dat is één reden, een hele belangrijke reden. Andere reden is natuurlijk dat die technologieën bieden heel veel kansen, maar er kunnen natuurlijk ook voor nadelen zorgen. Je gegevens, worden die goed beschermd? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onze waarden en normen handhaven in Europa? Ook die hele grote platformen zijn zo machtig geworden. We hebben zo'n impact op onze maatschappij. Ja, die moeten gereguleerd worden, net als dat onze banken gereguleerd worden of onze energiebedrijven gereguleerd worden. Dus daar is wetgeving voor nodig. En ik hoor hier in het verhaal al een aantal echt grote kansen, maar ook wel uitdagingen omtrent digitalisering. Ja, veel uitdagingen eigenlijk zijn kansen. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar bepaalde gebieden in Europa en ook in Nederland. Die rurale gebieden, dat zijn vaak gebieden waar mensen wegtrekken. Ja, omdat ook de digitalisering is daar niet zo goed ontwikkeld. Je hebt daar niet zo'n goede connectiviteit. Dat kan technologie versnellen, die ontwikkeling. Als daar die connectiviteit en alle andere voorwaarden, als daar niet aan wordt voldaan, dan gaan geen bedrijven investeren. Dan wordt het eigenlijk een soort vicieuze cirkel. Dan gaan er steeds meer en meer mensen weg en steeds minder neiging om daar te investeren. Dat is één mogelijke ontwikkeling. Natuurlijk een hele kwalijke, een ontwikkeling die we zouden moeten voorkomen. Maar je kunt het ook in een positieve zin draaien. Als daar nu die connectiviteit wordt versterkt, dan kan zo'n gebied een nieuw leven krijgen. Want dan kan er geïnvesteerd worden. Want een van de voordelen van digitalisering, kijk nu, is dat afstand eigenlijk veel minder belangrijk wordt. Welke rol het Europees Parlement heeft in de totstandkoming van beleid omtrent digitalisering, vertelt Kim Sparretak mij. Zij is lid namens GroenLinks en neemt deel aan de onderzoekscommissie AI. Je zit zelf bij het Europees Parlement. Wat voor specifieke regelgeving omtrent AI wordt nu opgesteld? Er wordt nu gewoon gewerkt aan algemene regelgeving over kunstmatige intelligentie. Er zijn nu eigenlijk geen regels voor. Dus er komt nu een framework, een raamwerk vanuit de Europese Commissie om te kijken, ja, hoe gaan we dus regelgeving maken over kunstmatige intelligentie. En dat is dan aan de ene kant om te sturen eigenlijk van naar waarvoor willen we het inzetten. En ook van waar willen we het absoluut niet voor inzetten. Daar wordt nu echt heel druk naar gekeken. Kan je ons uitleggen hoe het Europees Parlement actief bezig is met wetgeving omtrent artificiële intelligentie, dus AI? Nou, we zijn nu in het Europees Parlement ook heel druk met wat moeten we nou eigenlijk met kunstmatige intelligentie en digitalisering op de arbeidsmarkt? Ik ben zelf heel erg druk met platformwerk. Dat zijn bijvoorbeeld de mensen die Uber-chauffeur zijn of bezorgen via Deliveroo. En die mensen die worden eigenlijk aangestuurd door een algoritme. En dat is dus eigenlijk is het algoritme hun manager. Maar een manager heeft niet alleen de taak om te zeggen wat jij moet doen, maar ook de taak om ervoor te zorgen dat jij genoeg pauze neemt, dat jij veiligheid in acht neemt en ook dat jij je veilig voelt op je werk. En dat is heel moeilijk voor een algoritme om over te nemen. Dus daar ben ik nu heel, heel erg kritisch naar aan het kijken. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat algoritmes en dan ook kunstmatige intelligentie nog wel ervoor kan zorgen
dat je gewoon die gezondheid en veiligheid op het werk, dat die gewaarborgd blijft. Er liggen best wel, nou ja, toch wel sterke normen en waarden ten grondslag aan de omgang met AI. Kan je iets meer vertellen over die waarden die daaraan ten grondslag liggen? Kunstmatige intelligentie is gebaseerd op algoritme en op heel veel data. En we weten gewoon, als je kijkt naar de feiten, dat data is niet neutraal. En je ziet heel vaak dat juist een algoritme verschillen en bias die je al hebt in de maatschappij versterkt. En daarom is het heel belangrijk dat we echt ethische kunstmatige intelligentie hebben die gebaseerd is op mensenrechten. Daarom moeten we gewoon ontzettend voorzichtig zijn met wat voor data we erin doen. En daarom is het heel belangrijk dat we niet gewoon zeggen, ja, ga je gang maar met kunstmatige intelligentie. Maar juist doe alsjeblieft een toets om ervoor te zorgen dat het gewoon op een ethische manier wordt gebruikt waar mensenrechten centraal staan. Zie je ook grote verschillen tussen de verschillende fracties die hiermee bezig zijn met het thema? Zeker, zeker. Je ziet toch dat aan de wat rechterflank, zeg maar, van het Europese parlement, dat inderdaad dat innovatieverhaal het allerbelangrijkste is. We moeten innoveren, we moeten ervoor zorgen dat we voorop blijven lopen in vergelijking met andere werelddelen. En daar ben ik het mee eens, maar door hen wordt heel vaak gezegd, als je regelgeving maakt, dan blokkeer je innovatie. En daar geloof ik niet in. Ik geloof er juist ook in dat als jij zegt, wij willen koploper zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie, dan kun je ook zeggen, ja, en wij zijn dus de koploper op ethische kunstmatige intelligentie. Want dit is het soort kunstmatige intelligentie wat wij willen in de wereld en daar worden wij koploper op. En daarmee stuur je juist bedrijven richting innovatie. En geef je ze meer handvatten in plaats van dat ze de hele wereld moeten proberen te innoveren. Waarom is het nou zo belangrijk om wetgeving te creëren op Europees niveau? Ja, eigenlijk omdat aan twee redenen. Aan de ene kant investeert de Europese Unie heel veel in kunstmatige intelligentie. Dus dan is het ook logisch dat je daar bepaalde voorwaarden aan stelt. En aan de andere kant is het gewoon omdat het echt grensoverschrijdend is. Het is niet meer iets wat je gewoon alleen maar in één land hebt. Juist door op Europees niveau samen te werken en veel meer onze krachten te bundelen, kunnen wij juist de koploper worden in plaats van als we dat alleen in ons eigen landje doen. Een digitaal veilige toekomst, met alle gemakken en kansen die het biedt voor een sterke Europa, maar met de veiligheid voorop. Dat is de uitdaging waar Europa voor staat. In het volgende inzicht kijken we naar de totstandkoming van beleid. Hoe wordt transparantie gewaarborgd en welke rol speelt de wisselwerking tussen Europa en haar lidstaten?